In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. De Heer sloot met zijn dienaar Lambertus een verbond van vrede. Hij stelde hem aan het hoofd van zijn volk en verleende hem de waardigheid van priester voor eeuwig. Van harte welkom in deze eucharistieviering. Voor de mensen uit de kerkraden mag het een feest zijn vandaag. De Lambertuskerk, patroon van de kerk, van onze parochies. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk de oerkerk hier in Kerkrade die samen met Rolduc zo'n 900 jaar geleden hier gebouwd werd. Toch, en dat zeg ik dan als Maastrichtenaar, Lambertus kwam uit Maastricht, niet uit Kerkrade. Maar deze Lambertus zou, en dat is dan weer ten nadele helaas van de Maastrichtenaar, uiteindelijk naar Luik gaan, waar hij wordt begraven, waar hij uiteindelijk ook door zijn opvolger, waar de bisschopszetel naartoe wordt verplaatst. Maar belangrijker dan plaatsen waar Lambertus is geweest of niet is geweest, is wat hij heeft verkondigd. En dat is zoals we het Paulus horen zeggen vandaag in het evangelie. Hij spreekt over Jezus Christus die ik u heb overgeleverd. En hij vat samen waar het om gaat. Jezus is gestorven voor onze zonden. Jezus is niet zomaar doodgegaan aan een griep of aan wat dan ook. Voor onze zonde is hij gestorven. Volgens de schrift. Het was voorspeld. Hij is begraven en hij is opgestaan op de derde dag. Volgens de schriften. En hij is verschenen aan Kefas, de 12 en 500. En dan zegt Paulus, het laatste aan mij. En hoe noemt hij zichzelf? De minste van de apostelen. Het gaat niet om Paulus, het gaat niet om Lambertus, het gaat om Christus. Hij is het die onze verlosser is. Naar hem hebben al deze apostelen en heiligen verwezen met heel hun leven. Omdat ze weten, hij is het die voor ons gestorven is en verrezen. Hij is het die ons werkelijk leven kan schenken. Gaan we naar hem toe met onze tekorten, wetend dat hij onze heiland en zaligmaker is. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. Ons bidden. Almachtige en barmhartige God, wij vragen u ootmoedig, laat allen die gij door de prediking van de heilige bisschop en martelaar Lambertus tot het geloof in uw enig geboren zoon hebt gebracht, door zijn voorspraak altijd trouw blijven aan hun christelijke roeping. Door onze Heer Jezus Christus, uw zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Gaan we luisteren naar Gods woord. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, ik vestig uw aandacht op het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat gij hebt ontvangen, waarop gij gegrondvest zijt en waardoor gij ook gered wordt. In welke bewoordingen heb ik het u verkondigd? Ik neem aan dat gij die onthouden hebt. Anders zoudt gij het geloof zonder nadenken hebben aanvaard. Op de eerste plaats dan heb ik u overgeleverd, wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen. Namelijk
dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij is opgestaan op de derde dag, volgens de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn, hoewel sommigen zijn gestorven. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En het laatst van alle is hij ook verschenen aan mij, de misgeboorte. Ja, ik ben de minste van de apostelen, niet waard apostel te heten, want ik heb Gods kerk vervolgd. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Ik heb harder gewerkt dan alle anderen. Niet ik, maar de genade van God met mij. Maar of zij het nu zijn of ik, dat verkondigen wij. En dat hebt gij geloofd. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Het refrein van de antwoordpsalm luidt: brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Mijn God, zijt gij, en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Alleluia, 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 alleluia. Neem met zachtmoedigheid het woord van God aan dat in u werd geplant en de kracht bezit uw zielen te redden. Alleluia, alleluia, alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u Christus. Een van de fariseeën vroeg Jezus eens bij zich te eten. Jezus trad het huis van de fariseer binnen en ging aanliggen. Een vrouw nu, die in de stad als een zondares bekend stond, was te weten gekomen dat Jezus in het huis van de fariseer te gast was. Zij nam een albasten vaasje met balsem mee en ging schreiend achter hem bij zijn voeten staan. Haar tranen maakten zijn voeten nat, die ze met haar hoofd haar afdroogde. Zij kuste ze keer op keer en zalfde ze met de balsem. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dit zag, zei hij bij zichzelf: als dit een profeet was, zou hij weten wie en wat voor een vrouw het is die hem aanraakt. Het is immers een zondares. Jezus gaf hem ten antwoord: Simon, ik heb u iets te zeggen. Waarop deze zei: zeg het, meester. Een geldschieter had twee schuldenaars. De een was hem 500, de ander 50 tienlingen schuldig. Omdat zij die niet konden teruggeven, schold hij ze aan allebei kwijt. Wie van hen zal nu het meest van hem houden? Ik veronderstel, antwoordde Simon, degene aan wie hij het meest heeft kwijtgescholden. Jezus zei tot hem: uw oordeel is juist. Daarop keerde hij zich tot de vrouw en zei tot Simon: gij ziet die vrouw daar, ik kwam uw huis binnen, gij hebt niet eens water over mijn voeten gegoten, maar mijn voeten zijn nat geworden door haar tranen, en zij heeft ze met haar haren afgedroogd. Gij hebt mij niet eens een kus gegeven,
maar zij hield sinds ik binnenkwam niet op mijn voeten te kussen. Gij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want zij heeft veel liefde betoond. Weinig liefde betoont hij aan wie weinig wordt vergeven. Daarop sprak hij tot haar, uw zonden zijn vergeven. De mede-aanliggenden vroegen zich af, wie is deze man die zelfs zonde vergeeft? Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Woord van de Heer. Als we het evangelie horen over Simon de Farizeeër en de zondares, want zo wordt ze genoemd, dan weten we dat Jezus kiest voor die zondares. Of beter gezegd, die zondares kiest voor Jezus. En daardoor wordt ze gered. Uw geloof heeft u gered, is dan ook het laatste wat Jezus zegt. Terwijl Simon de Farizeeër zit in een andere situatie. Hij is Farizeeër, die de wet volgt. En daarmee, voordat hij het weet, op een dwaalspoor zit van het volgen van de wet, het doen van alles wat moreel, wat je wordt verwacht, dat is de voorwaarde om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. En dat is wat wij mensen in Nederland denken. Als je mensen vraagt, wat doet iemand die gelovig is? Dan zal men 9 van de 10 gevallen gaan zeggen, dat zijn mensen die goede dingen doen. Vergeet dat nou. Daar gaat het helemaal niet om. Deze dagen hadden we een cursus over het misoffer. En de vraag was, ja, wat offeren we in de mis? En heel wat mensen zeiden, ja, wij offeren ons leven. Wij offeren alles wat we hebben. Wij offeren, stop daarmee. Dit is niet het offeren van mensen wat wij hier vieren. Wij offeren helemaal niks. Het enige wat wij brengen zijn onze zonden. Dat is wat die zondares deed. Ze bracht haar zonden. En die waren publiekelijk bekend. Simon de Farizeeër staat dan ook verbaasd dat Jezus deze vrouw accepteert en niet wegstuurt. Wel nu, Jezus is heel duidelijk. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Daar komt hij voor. Maar dan komt het moeilijkste wellicht voor ons mensen, dat wij erkennen dat wij zondaars zijn. Ooit had ik een echtpaar, ik weet niet meer of een huwelijksmis was of een jubileummis, en die vroegen mij, pastoor, ja, we willen een boekje maken en we willen natuurlijk ook de teksten een beetje mee verzorgen van die viering. En ik zei, ja, goed, ik kan jullie teksten aanleveren waar je uit kunt kiezen. Ja, maar alles waar zonde in staat, dat moet u weglaten. Zeg ik, nou ja, dan kunnen we gaan knippen in de Bijbel en in dat boekje van u, maar dan blijven er alleen maar snippers over. Dat is niet ons geloof. Als wij alles wat zonde is met ja, de mantel der liefde bedekken, of menen dat wij, dat is nog veel erger, menen dat wij geen zondaars zijn. Is er voor die Farizeeër dan geen hoop? Is hij zo halsstarrig, zo hoogmoedig, dat hij niet gered kan worden? Dan nu, we hebben vandaag ook het evangelie, niet het evangelie, een lezing gehoord van over een andere Farizeeër. Die ook heel strikt was in de wet. Die zelfs zo strikt was dat hij de eerste christen heeft vervolgd. Ja, zelfs niet vermoorden. Stefanus was het slachtoffer, de eerste martelaar van Saulus. Een beroemde Farizeeër. Maar de Heer heeft zijn hart aangeraakt. En terwijl hij in de ontmoeting met Jezus blind wordt, gaan hem vervolgens de ogen open en ziet hij dat hij altijd blind was. En dan noemt hij zichzelf de minste van de apostelen, de misgeboorte. Een misgeboorte, dat was een kindje wat met veel handicaps ter wereld was gekomen en dat men direct begroef in de grond. Een misgeboorte. Een andere vertaling wordt gezegd een misbaksel. Dus als je wel eens een bakker bent en iets is een mislukt, ja, dat gooi je weg. En daarmee vergelijkt die Farizeeër Saulus zich mee. En zijn naam wordt Paulus, wat betekent de kleine. Dat
is de weg die wij mogen gaan. Klein worden als Paulus, zoals deze vrouw, om te weten dat het de weg is om Gods liefde, vergeving en barmhartigheid te kunnen ontvangen. Amen. Op voorspraak van de heilige Lambertus leggen wij onze gebeden nu aan God voor. Voor alle gelovigen van onze kerk, dat zij leren dankbaar zijn voor Gods barmhartigheid in Jezus Christus. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoog ons. Voor de wereld, om vrede, dat haat en nijd plaatsmaken voor vrede en verzoening. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoog ons. Voor roepingen tot heiligheid, dat velen de grote uitdaging van het doopsel voor het leven van alle dag mogen ontdekken. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor onze zieken, thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis, dat zij kracht putten uit onze gebeden. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Dit missal voorwoord opgedragen uit dankbaarheid bij gelegenheid van een verjaardag en om Gods zegen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, vaar voor ons. Wij bidden voor de zielrust van Marie van der Mulle, van wie de uitvaart vanmorgen zal plaatsvinden. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, vaar voor ons. Goede God, wij danken u voor uw Zoon Jezus Christus, die het offer van zijn leven heeft gegeven. Een offer dat wij iedere Eucharistie opnieuw mogen vieren en daardoor verzoend worden met u die onze Vader is. Nu en in de eeuwen der eeuwen. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mensen. Neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat deze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, o Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, bij de herdenking van de heilige Lambertus brengen wij u dit offer van lof en dank, vol vertrouwen dat gij ons hierdoor verlost van alle kwaad, nu en in de toekomst, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u, en met uw geest, verheft u wij zijn met ons al bij de Heer, brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want uw martelaar Lambertus heeft Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Zijn bloed verkondigt uw grote daden, zo komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing en maakt gij onze broosheid sterk. Om van u te getuigen door Christus onze Heer. Daarom met de engelen in de hemel verheerlijken wij u op aarde zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat ze voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen. Want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk. Sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen u dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis, indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Franciscus, onze paus, Harry, onze bisschop, de hulpbisschop Everard, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn, en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wenst elkaar de vrede. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar ons tot het eeuwige leven. Dit zegt de Heer. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheilig sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.
Laat ons bidden. Heer onze God, houd door deze Eucharistie het vuur van de liefde in ons brandend, dat de heilige Lambertus heeft bezield om zich voortdurend voor uw kerk in te zetten, door Christus onze Heer. Na de zegen zingen we het Ik groet u vol genade, u vindt het op pagina 1236. De Heer zij met u. Amen. Zegen u de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu al in heen in vrede. Wij danken God. Ik hoor de volken hades, sprak de engel Gabriel. De bron van uw genade is God Immanuel. Want onder alle vrouwen zijt gij gezegend.